Hoe kan een kleine ondernemer zijn hoofd boven water houden in de wijk Ondiep als hij ook te maken heeft met grote concurrenten? En wat is de invloed van de verbouwing van de wijk op het ondernemen van deze ondernemer? We gaan het hem vragen. Heeft de verbouwing in de wijk veel invloed gehad op de verkoop, op de zaken die u doet? Nou, zeker weten. Dat is denk ik alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar we merken gewoon echt wel dat de klandizie gewoon elk jaar groeit. De omzet stijgt gelukkig ook en we krijgen gewoon wel wat ander publiek. Het publiek, vroeger was het natuurlijk gewoon echt meer ietsje meer volksbuurt. En nou merk ik echt wel, er zijn natuurlijk wat duurdere huizen bijgekomen, dus wat mensen met een wat ander inkomen. En ook mensen die zeggen van, ik wil 3 keer per week vlees, maar wel gewoon goed vlees. Dus die merk je echt wel dat die dan hier naartoe komen. Of in ieder geval naar een slager gaan. En er zijn natuurlijk nog maar weinig slagers in Utrecht. Dus dat is voor ons ook wel een groot voordeel. Ja. Want je merkte ook dat ze niet bijvoorbeeld naar een supermarkt gaan, maar echt bij jullie komen. Klopt, ja. Nou, een stukje service heb je natuurlijk wel wat extra. En als het goed is, versta je natuurlijk gewoon je vakmanschap. Je weet gewoon wat je verkoopt. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat heb je in een supermarkt niet. Als je daar gaat zeggen van, ik wil het zo gesneden hebben of ik wil dit. Ze hebben er niet zoveel verstand van. Het komt daar zo aangeleverd. En hier heb je gewoon nog een stukje persoonlijk contact. En als ze iets anders willen, dan kunnen ze erover praten. En ze kunnen om advies vragen. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is, ja. En we zitten hier natuurlijk gewoon op een hoek van de straat. Dus dat is niet in een winkelcentrum. Dus mensen moeten wel echt gewoon naar je toe komen. En niet zomaar van, hey, we lopen hier langs en we denken, we gaan even naar binnen. Dat zie je natuurlijk meer in een winkelcentrum. Dus echt wel klanten komen hier echt wel op af, zeg maar. Dat is wel je toekomstdroom ook, om de zaak dan inderdaad over te nemen. Ja, ja zeker. Ja. Dat wilde ik ook. Ja, klopt. Waren dat klanten? Wat zei u? Waren dat klanten? Ja, dat was een klant. En je merkt gewoon echt dat mensen die kennen elkaar heel gewoon. Dus er wordt ook over je gepraat en dat is ook helemaal niet erg. Ja. En je merkt gewoon echt dat je hier gewoon veel, veel mond-op-mond reclame hebt. Ja. We hebben helemaal nog geen eens een site. Dus dat is ook al, je merkt gewoon echt mensen in de buurt die praten hier gewoon over je. En dan komen ze zelf hier naartoe. U haalt hier uw vlees en niet in de supermarkt? Nee, ik haal het graag bij de echte slager. Ik vind de kwaliteit heel erg goed hier. En daarom kom ik hier altijd terug. Heeft u ook producten zelf gemaakt in de winkel? Zeker, klopt, ja. Ik heb hier bijvoorbeeld spek zelf gemaakt, net van de barbecue af. Spekrollade, rospi, frikando, gewoon alle braadspullen, allemaal zelf gemaakt. Ja. Sommige slagerijen die maken nog wel heel veel zelf. En daar kom je hier in deze streek denk ik iets minder tegen, maar vooral bijvoorbeeld in Drenthe, in de Achterhoek, dan kom je dat nog wel veel tegen. Dan merk je ook gewoon dat je resultaat op je werk hebt. Dat mensen die zeggen van, nou, je hebt het weer goed gedaan, of laat een stukje proeven. Vooral als je proeft, dan kopen mensen het gewoon gelijk. Dus dat vind ik zelf wel een punt dat je, nou, dan krijg je weer wat gevoel van. Dat je denkt van, hey, we zijn op de goede weg. En je merkt gewoon dat het gewoon wat meer wordt, dat je gewoon steeds meer verkoopt. Dus je mag wel een plakje proeven als je dat wilt. Heerlijk. Ja. Stuk. Wat is het verschil met deze winkel en bijvoorbeeld supermarkt? Nou, ik vind de vlees gewoon veel malser en dat soort dingen dus. En hier kun je ook gewoon krijgen wat je wil. Dus je hoeft niet allemaal een paar kilo's te kopen. Dat is ook wel makkelijk. U heeft een opleiding gedaan tot slager? Klopt. Ja, 3 jaar. Dat was officieel 4 jaar, maar ik kon het in 3 jaar redden. Dat was 1 dag in de week naar school en 4 dagen werken. En dan had je een leerbedrijf nodig. Nou, en dat was dan hier. En dat was toen ik 17 was, tot mijn 20ste. Ja, en dat was dus 1 dag in de week naar school. En dan gewoon s'avonds gewoon werkstukken maken en ook dingen veel in de praktijk uitvoeren. En dan kon je dat aftekenen op je werk. En 1 keer in 2 maanden had je een toets. Ja, en dan, dan heb ik 3 jaar over gedaan, 2 opleidingen. U heeft altijd slager willen worden? Ja, want toen ik 10, 11 was, toen mijn oom heeft ook een slager in Hilversum. En toen zo ben ik eigenlijk een beetje ingekomen. En op zaterdag en door de week wel eens een keer. Nou, op een gegeven moment toen werd het bijna elke dag uit school. En op een gegeven moment toen, voor een leerbedrijf, toen zei hij, nou, anders ga je eerst maar even ergens anders werken. Nou, ik dacht, nou, goed idee. Dus zo ben ik hier terecht gekomen dan. En uiteindelijk toen ben ik hier eigenlijk blijven hangen. En zo is eigenlijk gewoon allemaal gelopen. Dus u blijft het hier halen? Zeker zolang hij blijft bestaan. En de warme bakker bij Kees, ja, dan blijf ik daar naartoe gaan. Wat zijn de toekomstplannen? Nou, we hopen zelf over 1,5 jaar te gaan trouwen ongeveer. Dat is wel de plannen, ja. En ze helpt me verder heel goed af en toe als ze een dag vrij is. Ze werkt in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Ja, dus als ze een dag vrij is, dan helpt ze hier. Dus dat is wel positief. En ze heeft hier goed naar de zin, toch? Ja. En
nou ja, we hopen gewoon dat gewoon zo blijft lopen als nu. En dan zijn we gewoon verder heel tevreden. En hoe ziet u het ondernemen in de wijk? Ja, ik vind het een leuke variatie op mijn eigen werk. En het is hier echt een dorp. Dus je merkt echt wel dat de mensen elkaar goed kennen. En dat het echt een soort dorpsbuurtje hier is. Dus ik merk niet dat het stadsleven hier heerst hier niet zo. Nou, komt wel goed met jullie, denk ik. Ja hoor, daar gaan we wel vanuit. Ja. Dankjewel. Helemaal goed, jullie ook.